stappen ziet bij zo'n geval, hè? Mag ja, dat niet, geeft niet. Ja. En? Wat? Ja, waterschorpioen. Oh ja. Zo, dat zijn rare beestjes. Dit is een waterschorpioen. Kijk aan. Jonkie. Waar is een waterschorpioen? Oh, dit is een stavels. Dit is een soort groot broertje ervan, maar die is een beetje lang en dun. En die heeft van die vangarmen hier voor. Dit is een beachspringhaan. Heb je ook een keer schorpioen gezien? Ja. Kijk, het is een heel jonkie. Heel jonkie waterschorpioen. Even kijken wat er allemaal wat zijn die dit is een libellenlarf. Kleintje. In de libellen vliegen dan zie je deze en die heeft een vangmasker. Dit schiet hij mee vooruit. Als je dan een prooi ziet, is die dood? Dan schiet, nee, deze leeft nog. Dan schiet die kaak naar voren. En dan is het net een alien. Oh, check. Oh joh, echt waar. Ja, echt waar. Zo. Ja, dat grijpt ze. Zolang het te groot genoeg is om libel te worden. Ja. Libellen zijn zo mooi, jongens. En dan hij heeft ook stralendrijving, want een spuitje is water. Ach, en die weet maar één. Dat is echt gewoon. Is dit een wandelen tak, hè? Hij heeft een kleintje ook op zich. Zie je, wat is dat dan? Dit is ook een libellenlarf, een ander type. Oké. Zo'n dunnetje. Zo'n visje daar. Stekeltje. Waar een visje? Hier, stekeltje. Dit zijn de bezen waar ik zelf. Oh, kijk daar een visje! Ja. Dit zijn de bezen waar ik zelf aan werk. Dit is vlookkreeften, dit is een kleintje. We zitten hier dus ook al. Ja. Hè? Zo. Is die vis al dood? Nee hoor. Nee, hup, gaat hij terug. Zit verder leven. Dit is ook een wans. Nou, wat is dat voor beest? Dit is een landwans. Dit is een schildwans. Dit is een, maar die leeft toch niet die in het water? Die zuigt aan planten. Die leeft toch niet in het water? Nee, dit is een landbeest. Het lijkt een blaadje. Heel mooi groen. Lijkt net een wandelend blad. En dat? Ja. Dat is ook een wans. Die is een beetje hetzelfde als die. Die hebben allemaal zuigsnuitjes. Als je goed kan kijken. Die pakken een prooi. Deze hangen op hun rug aan het wateroppervlak. En als ze dan wat zien, dan schieten ze naar beneden. En dan vangen ze het. En dan zuigen ze het prooi. Die zuigen ze leeg met die zuigsnuit. Hier zit zo'n zuigsnuit. Oh ja. Die zuigen ze helemaal leeg. Dan moet ze een gaatje in boren. Ja. Dan pakken ze een zacht stukje. Okay. Best wel bruut, hè? Ja. Dit is een wans. Een haft. Het is een gravende haft. Hier nog een. Haften zijn eendagsvliegen. Dat zijn die beesten waar die grap over is van je zal toch eendagsvlieg zijn en je dag niet hebben. En die? Dat is een libellenlarf. Oh ja. Maar die zijn er ook veel groter hoor. Dit is wel een kleintje. Ik zal nog even wat meer vangen. Die zit helemaal stil hoor. Hé, kijk, er zit eentje op je arm. Ja, dit is die schildwans. Had je die gewoon lopen? Nou ja, dat hoeft niet gewoon. Dit is een vissenbloedzuiger. Ah, hij zit al een bloedzuigertje. Die hangt dus aan een vis. Ja. Die heeft een hele grote zuignap. Hé, hey, kijk, hij zit anders te koop. Anders te boven, ja. Die heb ik al gezien, ja. Inderdaad, een wormpje. Kijk, het is een bloedzuiger. Je hebt een hele grote zuignap van achteren. Dit is een ander type als die gewone bloedzuiger. Deze, kijk, je hebt een hele grote zuignap van achteren. Maar gaat hij dan? En daarmee hangt hij aan vissen. En ja, die zwemt dus mee met ze. Die zuigt ze ook leeg. Of tenminste, die kan hij ook mee leeg? Nee. Dat zijn gewoon bloedzuiger. Ja, je hebt wel hele grote bloedzuigers, die kunnen het wel, maar deze niet. Die zijn kleine kleintjes. Wat zit er nog meer in? Dit is een landspin. Je hebt ook waterspinnen. Deze dus niet. Heel een vliegje. Een beetje vervelende vlieg.
Nou, wat sommige, is dat dan? Dit is over een open hitspace? Dat is een, nee, dit is ook een haft. Dit is een eendagsvlieg. Dit is een, ja. Een haft, dat zijn, de meeste van die beesten die je ziet vliegen, of heel veel van die beesten die vliegen, die hebben larven in het water. Een vreemde spin. Net zoals muggen die jou steken, die prikmuggen. Ja? Die larven die leven in het water. Wij waren daar zo bezig en toen had ik een plantje geslagen, want dat was een brandnetel. Ja. En toen sloeg ik, maar er zat een rommel op. Toen hadden we weggerend. Ja. Maar de hondjes wouden niet meewerken, dus dan hadden we de hondjes meegetrokken. Ik zal nog even schipje nemen. Hele vervelende. Nou, dit is gewoon een rietspin. Het is geen waterspin. Zullen jij het kunnen komen? Sorry. Oh, wauw! Hey, wow. Wat gek! Oh, mooi, ja. Mogen we die meenemen? Nee! Mina. Sorry hoor. Echt niet, Mina. En dieren, joh. Leeft ook. Ja. Ze kreeft. Wauw! Zo! Je wil geen crustaceën. Jawel. Is een visje. Kijk! Ja, hij is dood! Is hij zo hard, zou ik zeggen? Ja. Oh, zie je, het is echt een schil. Kijk, hier is een grote waterschil. Ik durf niet. Ik zal hem terugleggen. Kijk, hier is ook nog een klein kreeftje. Oh ja. Woe! Vond hij niet leuk? Nee. Af. Hij loopt naar de achteren. Kijk, dit is een volwassen waterschorpioen. Oh ja, zo. Althans, bijna volwassen. Zijn het schorpioen? Wow, die is best wel. Die hebben een adembuis. Nee. Okay. Die hebben deze ook. Het zijn broer en zus van elkaar. Maar deze, die hebben... Ja. Die hangen aan het oppervlak en dan hebben ze een buis en die buis bestaat uit twee delen en er zit een, zit een haarzoom tussen en die haarzoom die zorgt ervoor dat het gas kan uitwisselen. Dus dat er koolstofgas uitgaat en zuurstof in. Oké, super. En dat puntje dat steekt natuurlijk boven het water Dat steekt boven het water. Er zit een haarkraaltje op en dan hangt die meest water. En dat doen deze doen het dus ook. Die dus blijft aan het hard. Oh, die kan je niet met blote ogen zien. Nee, dat is heel super. Fijn. Je wordt gelijk mooier naar die twee, zie je dat? Oh, super mooi. Maar ik zie helemaal geen gamma-russen. Wel, Bas ervan. Dit is een schrijvertje. Denk je dat je ook dadelijk een eendag kan? Dat schrijvertje ken je wel, van het gedicht van Guido Gezelle. Die zo over het water zo... die hebben twee paar ogen. Die hebben ogen voor onder water en ogen voor boven water. Oh, leuk. Dus die zijn in tweeën gesplitst. Ja, precies. Ze hebben onder en de bovenkant. Ja. Twee persoonlijkheden. Ja. Nee, die kunnen onder het water kijken en boven het water. En dadelijk wordt de andere bolt heel even onder. Hoe heet die? Een kruipertje? Nee, dat is een schrijvertje. Oh, een schrijvertje. Ik sta weer een visje dood te gaan, Dirk. Ja, ik zal hem er even uithalen. Links, ja. Of rechts. Kijken. Dat is een stekeltje ook. Een jong stekeltje. Stekelbaasje. Hij is dood, denk ik. Ja, dat is toch... Laat hem maar min. Mag ik hem in het water gooien? Ja, doe hem. Vergooien, hè? Ik heb hem in het water gegooid. Oké. Ik zag het. Nee, verder. Meer van hetzelfde. Ik vind die raar, deze. Ik Wat? Ja, die is super, hè? Daar ben jij veel mee bezig, met deze. Deze onder andere, ja. Doet hij ook wat, doet ze hier? Nou, nee hoor, volgens mij. Maar deze heeft een... Zo, er zit nog kracht in, nee? Ja. Auw. Wauw. Ja. Ja, echt
serieus. Oh, we hebben op film staan, wat lachen. Kijk, jij hebt misschien meer eelt op je vingers. Ja, waarschijnlijk wel. Maar deze soort, het is een Amerikaanse soort, die kun je kennen, die mooie rode puntjes en scharen. Ja, hoe groot wordt die? Die wordt zo groot. Toch nog wel? Ja, ja. Ah! Is dat ook een eetbare soort? Ja. Achterlijfje kun je eten, een spiertje. Oké. En hier zit er eentje, kijk. Dat is een libellenlarf op zijn rug. Zit er nou een kikkertje? Wat is dat voor ding? Of is het gewoon een stuk modder? Modder denk ik, dus het beweegt het niet. Modder? Maar er was toch ook nog een babykreeft? Oh ja, daar, die ligt daar. Ja, die kleine. Die ligt daar een beetje dood te gaan. Nee. Nee, joh. Alleen, die zijn zo thais wat die kunnen over de weg lopen en alles. Ja, echt, ja? Ja, hoor. Ja, maar kreeft, die kunnen toch ook gewoon buiten alles zijn? Beweegt, hè? Leuk, hè? Die staat ook helemaal. Ze hebben een, dit is een vluchtspier, hè? Dus als je in het water slaat, dat achterlijf, is eigenlijk alleen maar voor bedoeld dat hij dus heel snel dat ding zo, en dan boep, schiet hij zo met een noodgang schiet hij naar achteren. Oké. Zo kan je weg. Deze machine met die mooie blauwe kop. Oh, ik gooi hem anders de kop. Een hele mooie, er zit een haarzoom op die op dat schild. Die snel. Je hebt een hele mooie metallic blauwe gloed. Ja, inderdaad. Ja. Wat was het ook weer? Het zijn haartjes. Dit is een wans. Een wans. Een rugzwemmer. Ja? Ja, natuurlijk. Zie je die? Hij filmt nou nog. Maar dat beweegt wel, jee. Dit zag ik hier net bewegen. Ja, dit is ook zo'n haft hier. Oh, die haft hier. Dat is een gammeriede, dat is een beest, een flowkreeft. Oh ja. Nou, er zijn er allerlei kevertjes en zo. En, nou, ik zal nog één schipje doen. Misschien heb ik nog een visje. Kijk, die staat zich schoon te maken, jongens. Dit is een enorm te aanvangen. Die is mooi, hè? Die is echt heel mooi. Ik hoop dat die enorme kreeft. Ja, maar waarom heeft hij dan haartjes? Waarom? Weet ik niet. Welke, ik bedoel, zoogdieren hebben altijd haartjes. En meestal hebben landdieren hebben nog geen haartjes. Nee, deze wel. Want deze het is bizar dat je nog zo voor leven tevoorschijn haalt als een schepje ineens. Deze is echt heel mooi. Hè? Ja. Maar kijk, die kreeft dan. Ik vind het grappig dat hij jouw vinger beet. Ja, mijn hart ook hoor. Oh ja, wat is dat? Heeft hij wat? Heeft hij iets bijzonders? Dat is goed te zien wel, hè? Nee. Deze zijn ook wel leuk, die zijn kokerjuffers. Er zat een beetje water in de grond. Ja, je kan daar verderop, nee, met die emmer kan je wel water pakken, want anders kan je er niet bij. Ik vind die kreeft zo bijzonder. Oh, ja, hè? Waar is die? Die kreeft. Ja, die zit in die bak. Kijk. Kijk, wil je nou deze eens beet? Ja, deze in. Nee? Kijk, hier zijn takkies. Dat lijken het althans. Ja, dat zag ik net al in. Oh ja, dat zag ik net ook, ja. Even wacht. Ja, zie je, dat bewoog dan toch. Gewoon dat de takkie direct gewoon weg. Hé, hey, zit daar die kreeft in? Ja, die kreeft zit daar te wandelen, zie je dat? Kijk, komt hij aan die. Hop. Oh ja, ja, inderdaad. Zie je, ik zag er net ook al een ding. Gaat hij in de wandel? Dat zijn vreemde beesten, zeg hij. Koken.